Bridget Maasland deelt haar afschuw over de voetverzorging van John de Bever en noemt zijn kalknagels iets ontzettend koeus. Het bizarre fragment in shownieuws, waar de cameraman onverwacht de ongesokte voeten van de zanger in beeld bracht, heeft bij Bridget een blijvend traumatisch effect achtergelaten. Ze vraagt zich openlijk af waarom John zijn voeten zo verwaarloost en suggereert dat hij dringend een kalknagelbehandeling nodig heeft. Collega Rob Gooses sluit zich aan bij Bridget's afkeer en beschrijft de kalknagels van John als echt vreselijk. De vergelijking met de beruchte schimpireclame wordt gemaakt en het lijkt erop dat John wel een hele voorraad kalknagelpennen kan gebruiken. Bridget en Rob speculeren over de reden achter John's gebrek aan voetverzorging en vragen zich af of hij wel eens heeft overwogen zijn voeten onder handen te laten nemen. Erik de Munk sluit zich aan bij het beverbesje en benadrukt dat het niet zomaar kalknagels zijn, maar eerder een halve eeuw aan kalk. Hij vraagt zich luidop af of John bang is om te knippen en suggereert dat er nooit eerder aandacht aan zijn voeten is besteed. Zelfs het feit dat John mogelijk gaat zwemmen, brengt geen verandering in de schijnbaar verwaarloosde toestand van zijn voeten. Bridget, in haar onvermogen om de beelden opnieuw te bekijken roept op tot actie en adviseert John om ofwel zijn sokken aan te houden of serieus iets aan zijn voetproblemen te doen. Rob voegt sarcastisch toe dat John waarschijnlijk alweer Ahoy heeft geboekt voor dit jaar en suggereert dat hij zijn voorschot beter aan een doktersbezoek kan besteden. Erik sluit de discussie af met een afkeurend ba, terwijl Bridget haar walging voor de situatie blijft uiten. Al met al lijkt het erop dat de voeten van John de Bever voorlopig nog voor gesprekstof zullen zorgen, met Bridget en haar collega's die hun ongezouten mening blijven delen over de staat van zijn voetverzorging.